Hoe schiet je nou een topfoto met je telefoon? Wat bereiden de fotografen zoal voor en waar moet je op letten? Lin wil gaan vlammen. We moeten nu wel eens nou beginnen, anders gaat dat lichtje weg, want die komt daar vandaan. Hey! Hi! Ja, wat ik ook niet moet vergeten is dat ik ook een foto staand maak en liggend. Want als je bijvoorbeeld voor een header op je website is een liggende foto weer handig, maar voor je story of zo is er een staande foto handig. Kijk, als jij zo hier ligt, in het zonnetje zo precies, dan kan ik die stoelen daar neerzetten en dan kan ik daarop staan. Jessie, hey ho! Let's go! Nou, wat ik hier zie is dat het licht mooi op jouw gezicht valt. Als je een klein beetje daarheen draait met je hoofd, dan zie je het nog meer. En dat is eigenlijk wel wat ik wil. Zo, dan hebben we nog meer licht. Maar gewoon een beetje onderuit zakken. Ja. Kan je? Want soms is het raar wat je met je handen moet. Maar als je dus, ik doe het wel even voor. Als je zo zit en als je dan zo doet, zo dus zo. En als je dan laat vallen, dan vallen die handen natuurlijk. Ja. 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 Ik probeer wel het rode randje van de deur nog op te hebben, want dat komt weer terug in jouw rode shirt. Maar ik maak wel een paar totaal en een paar wat closer. Nou, als je je app opent van die camera en dan staat die waarschijnlijk op een redelijke groothoek, of dat die automatisch helemaal een grote wijdse beeld heeft. Dat wil je eigenlijk niet als je dichtbij gaat fotograferen, want dan krijg je allemaal vervormingen in je gezicht. En als je hem dan ietsje meer inzoomt, en dat kan bij mijn camera, dat je erop twee keer drukt, dan is het allemaal wat natuurlijker en zoals je het wil hebben. En dan vind ik het wel weer lelijk dat je die poster hier ziet. Mag je die even afhalen? Deze poster wil ik er wel even af. Lelijk. Jij bent nu in je eentje, dus dat is makkelijk, want nou ja, het licht valt gewoon al op jou. Stel dat we nu met meerdere mensen zijn, dan wordt het hier steeds donkerder en dat wordt lastig. Wat je eventueel zou kunnen doen, is als je een heel groot wit piepschuim iets hebt, of een papier of dat soort dingen, kan je dat dan hier neerleggen en als reflectiescherm gebruiken. En we kunnen ook nog, wat ook om, nu heb je licht van de zijkant. Maar het is ook mooi als je licht van de voorkant hebt. Dan heb je hier een beetje een softbox zo. Dus ik maak ook een paar van je vanuit hier. Oké, ik ga nou een beetje naar een kader kijken. Ik hou zelf altijd wel een beetje van dynamiek. Dus dat de foto's een beetje schuin genomen worden. Het hoeft niet allemaal kaarsrecht. Doe hem soms bewust met de telefoon een beetje schuin, dat het een wat speelsere hoek heeft. Als ik het zo recht heb, kan ook mooi zijn. En mooi grafisch, maar zo was het net weer wat speelser. Dus als je je onderwerp op 1/3 van het beeld hebt. Dus bijvoorbeeld hier Letitia's gezicht zit op 1/3 daarvan links. Dat voelt goed. Nu zit hij van rechts. Kan ook ervan wat onder. Dat hangt ook helemaal vanaf of je ruimte voor tekst nodig hebt. Doe iets meer ruimte van boven voor de tekst. Kan je één keer je ogen helemaal sluiten? Maar gewoon ontspannend en je gezicht iets hoger. Je kin iets hoger, dat komt het wat ontspannender over, zeg maar. Wat dromeriger. Wanneer gebruik je nou eigenlijk je flitser op je telefoon? Het is hier nu heel donker. En als je dan ietsje wat verder van de muur afstaat en ik ga flitsen, dan krijg je een mooi schaduwwerking. Met een telefoonflitser heb je helaas niet zo heel veel keus van hoe hard je hem zet of hoe zacht. Ja, ik zou kijken hoe het werkt, hoe het eruit ziet. Ja, leuk. Er zijn een hele hoop foto's geschoten en nu moet je selecteren. Waar let je dan op? Eigenlijk vooral in eerste instantie vooral de blik. En de blik en de compositie, in de ogen. Ik vind deze drie qua compositie al leuk. Maar dan vind ik toch een serieuze blik soms wat echter. Deze vind ik haar blik dan weer sterker dan hier. Ja, uiteindelijk is de blik wel heel belangrijk, want de achtergrond heb ik al naar gekeken. En jij, Jessie, hoe doe jij dat, het selecteren van een foto? Op gevoel, over wat de uitstraling is van de foto. Bijvoorbeeld deze is echt heel spontaan en hier is juist weer een beetje wat mysterieus, maar toch connectie met de kijker. Bijvoorbeeld bij deze foto heb ik expres Letitia niet in het midden gezet, maar dat ze wat op die 1/3 een beetje staat. Dan heb je eventueel ruimte om nog tekst te plaatsen. Oh ja, hier. Dit is wel nice. Ik vind de compositie wel mooi. Vind ik toch fijn als haar hoofd net iets boven dat lijntje uit is. Dan klopt het gewoon voor mijn gevoel meer dat ze er meer voor staat. In plaats van
wordt weggedrukt. Wat misschien ook uitdagend is, is de nabewerking van een foto. Lynn legt uit. Wat ik altijd aanpas, kijk eerst dus naar in deze app bij de filter. En ik vind die A6 wel mooi, maar dan hou ik hem een klein beetje naar voren, want ik vind dit te nep. Dus zet ik hem ongeveer op 3,5. Dan ga ik naar de montage, naar de exposure, naar het licht. Die hou ik iets naar beneden, dan komen de donkere tinten ook naar voren. En dan kijk ik nog naar het contrast, wat ik daarmee kan. Als ik hem helemaal naar achter trek, wordt het de tekening, dit wordt te dof. Dus ik doe hem er een klein beetje boven. En dan kijk ik nog naar de witbalans, dus ik maak hem altijd een beetje wat warmer. Dan vind ik de tinten wat mooier. En zo met die roze tinten ook. Bij alles doe ik een klein beetje, want anders wordt het of te extreem tekenachtig of te dof. Dus ik werk echt minimaal. En dit zijn de resultaten. Met alleen maar een telefoon. Dus jij kan dit ook.